Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. Dit is de aflevering waarin de winnaar van de Pimp My Ride actie, Ozan, met zijn rode scooter. Laat hem maar even zien, En wat gaan we doen deze keer? Ik heb met hem gebeld. Ik heb gevraagd, Ozan, jij hebt al een van de dikste scooters van Nederland. Wat wil jij nou nog meer aan deze scooter gedaan hebben dan wat je al hebt? Hij heeft alles. Hij heeft eerlijk alles. Maar hij heeft een paar dingen niet. Eén ding wat hem heel sexy maakt. En één ding wat heel praktisch is. Nummer 1, de spiegels. Laat de spiegels zien. Yes, spiegels dus. Nou, ze zien er gewoon goed uit, zit geen schade. Maar wat is zijn probleem nou? Ze zijn te lang voor in zijn schuur. Hij wil die scooter altijd in zijn schuur zetten. Dus zei Joe, heb jij korte spiegels? Tuurlijk heb ik korte spiegels. Heb ik voor hem besteld, die gaan we erop zetten voor hem. En dan kan hij een Belgische schuur zetten en staat het ding veilig. Ten tweede, zit natuurlijk nog de standaard uitlaat. En hij wil geen standaard uitlaat. Hij wil een Acrapovic uitlaat eronder, zonder DB-killer. En zonder DB-killer klinkt die pet. Dat ga ik jullie laten horen. Ik ga gewoon beginnen. Ik trek zin in het windschermpje eraf. Spiegeltjes erop. Dan doen we nieuwe spiegels erop. Dan gaan we met die uit aan de slag en dan zullen we de DB-killer eruit halen. En ik zal je laten zien hoe je de DB-killer kunt verwijderen. Dit zijn dus die oude en lange spiegels. Ah ja, die oude spiegels, ik bedoel, zijn splinter. Maar die krijgt hij gewoon terug, dus doe even in zijn buddy. Oh, past wel. Zo, dat is 1. En dat is 2. En dan zal ik even laten zien wat het verschil is. Dit hele stuk. Zie je dat stuk? Nou, dit is wel een stukje chrome, maar goed, het is niet anders. In ieder geval zwarte en korte spiegels, glimmend zwart. En maakt ongeveer zo'n stukje verschil uit. Maar het kan net genoeg zijn dat hij wel de schuur in past. Dus dat gaan we. We gaan ze monteren. Ja, maar wel vet trouwens, hè, dat hij zelf aangaf van nee, die scooter is al zo goed gespoten. Geef maar niemand anders weg. Dat is echt leuk, man. Van de originele naar die van de Acra. En in de vorige video, laten we even een stukje van zien, heb ik ook zo'n Acra gemonteerd op de Flintstone Vespa. Dat zag er zo uit met de volgende resultaat. Op deze manier met de DB-killer erin is hij ook goedgekeurd, hè? Zo zag hij de Flintstone Vespa uit. Nu gaan we hem deze doen. Wat doen we eerst? Laat ik nieuwe uitlaat zien? Of gaan we deze eerst eraf halen? Laat ik deze dus eerst even afhalen. Waarom? Dan kun je mooi het verschil zien als ze naast elkaar liggen. Wat het verschil is. Uitlaat van mijn webshop joeyschaap.nl. Ik had op Instagram gezet dat ze allemaal op waren dit jaar. Dit is nu 2020 trouwens. De laatste nieuwe in doos. Die ligt hier. Een Acra Pooper. Standaard ook een voorbeeld meegeleverd. Die zit hier in verpakking.
Maar die is van 175, dus deze past niet. Deze zou je kunnen omlassen, bla bla bla, en dat past die wel. Maar zo 1, 2, 3 past hij niet. Die bocht die daar ligt, die past wel. We hebben hier de demper. Zo. Tweede keer, tweede keer. Als ik hem laat vallen, joh. Het is de laatste die ik heb, hou. Stukje carbon hier. De B-killertje, die zit hier. En natuurlijk gewoon het uitlaatje verder. Nou, origineel voor 125 cc sprint. En als we deze ernaast leggen. Nou, dit zijn de uitlaten dus. De nieuwe aker ga ik monteren. Als eerst begin ik altijd met de ophangbeugel. Die zit hier zo. En vast. Die is vast. We hebben hier de voorbok met de restrictie. Deze moet erin blijven. Hij hem namelijk uit. Heeft hij te weinig tegendruk en dan rijdt hij slecht. Nu niet. Oké, de voorbok zit nog los op zijn plek. Los. Dan dat we kunnen stellen zometeen. Nu de demper. Die uitlaat monteer aan de achterkant van de plaat. Mensen bellen mij wel eens op mijn zaak. Ze zeggen, ja, ik krijg mijn bout niet vast, bla bla, want het draait van de voorkant erin. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet, dus je moet zo doen van de achterkant. En gebruik altijd het ringetje, want daar is hij voor. Oké, daar gaan we. Oké. Veeronderspanning met de trekverentrekker. Is makkelijk. Hoppakee, zo de zit. Zo even een beetje bewegen. Dan gaan we eerst de voorkant vastzetten. En dan tot slot de demper. Oké. Om dat ding voor het eerst te starten. Lloyd, ik ben hier. Lloyd. Ik ben hier. We gaan dat ding voor het eerst starten. En de sleutel zit in de buddy. Je zet contact aan. De opvoerpomp loopt. En... nu keurig en tam. Dit is de acrafisch uitlaat zoals die is goedgekeurd. Op deze manier, met het bekel erin, krijg je nooit een wokstatus. Kan niet, ja, misschien voor je snelheid. Maar niet voor de uitlaat en het geluid. Het is ook een goedgekeurde uitlaat. Maar lieve Ozan heeft me al gezegd, Joey, haal die bekel maar uit, dat klinkt veel vetter. Dus dat gaan we natuurlijk doen. En ik ga jullie gelijk leren hoe je dat kunt doen. Hoe doen we dat nou? Hier zit de bekel. Dit dingetje. En dit ding is zo lang en zo groot. Daarvoor, om weg te halen. Haal eens dit dopje weg, deze. En die zit hier aan de onderkant, we laten nu het gat zien. Een rateltje, flengstukje, dopje 8. Dat dopje 8 doe je natuurlijk op het bouwtje, want het is een dopje 8. Maar het is dan ook een imbus 5. En die imbus 5, die draai je altijd vrot. Die bouwt zich namelijk vast met een lastpit. Dus als je een dop 8 doet, dan heb je veel meer kans dat die loskomt. Het kan ook zo zijn dat je hem nog rot draait. Maar dat heeft dan meer met je dopje 8 te maken. Dan gaan we het proberen. Yes, dat hoorde je hem breken. Die breek, dat was de las die afbrak. Hij is nu los en daar is hij de bout. Zie je dat? En misschien kan ik het laten zien. Ja, kijk, hier zie je dat hij vastgelast is geweest. En die las breek je. Zo haal je de bout van het B-keel los. Nu kun je de B-keel eruit halen op een paar manieren. Maar ik probeer het even aan jullie te laten zien. Niet met de trekker zoals ik het normaal doe. Maar met een waterontang of een combinatietang. Kijken of hij daar niet vast genoeg zit. Niet te vast zit bedoel ik om eruit te kunnen trekken. Laten we even kijken. Voordeel is trouwens wel, daarom is spiksplint nieuw. Dus vast zit hij niet gerot of geroest. Nou, zo makkelijk ging hij eruit. Dit was alles. Dit is de B-killer. En nu klinkt hij heel anders. Daar gaan we. De nieuwe sound van de Oostlandse brommer. Oh,
updates waarvan Ozan wou dat we ze deden. Spiegelsetje, uitlaatje, zit allemaal op en zonder de B-kilo. Dus hij klinkt nog veel vetter dan die klonk met de B-kilo natuurlijk. Ik ga hem in de bus zetten. Nu tijd om zijn scooter af te leveren in Den Haag. Wat we hem opgehaald, gaan we hem ook weer terugbrengen natuurlijk. Dan gaan we kijken naar de reactie van Ozan en of hij vindt dat hij ook vet klinkt. Momentje, ben ik weer bij je terug. Oké, jongens, ik ben in Den Haag. Ik ga Ozan bellen nu en vragen of hij naar beneden komt. En kijken wat het raam, dacht ik. Ozan, man, met Joey, man. Stond je voor het raam te kijken? Ja, dat dacht ik al. Oké, man, ik sta voor de deur, ja? Ik ben met je scooter, man. Ziezo. Ozan komt eraan. Ozan! Hey! Alles goed? Hoe is het, Joe? Je hebt allemaal dure kleding aan altijd. Een Prada jas en nu met dit ook weer fucking dure shit. Oké, Ozan, waar ben jij? Jij bent daar. Het is avond. Ik had het laatst niet overdag kunnen brengen, als de belichting veel beter. Nee, joh, geen probleem. Mijn scooter staat in deze bus. Er zit een pijp onder. Ik ga het gewoon laten zien, ja? Ja, toch? Ik ga open doen, ja? Is goed. Oké, moment. Daar gaan we. Deur nummer 1. Oh, je hebt in ieder geval licht, zie je dat? Ja, nu wel, ja. Oké, dan. Hij is nog steeds rood, zoals je hem hebben wou. Je kan het al een beetje zien. De aardappelen zit erop. Ja, goed. Vind je mooi? Ja, nog steeds. Oké. Ik ga hem er even uithalen voor je. Heb je je scooter gemist? Ja, man. Ik heb hem groot, man. Ja? Ja, man. Nu ging ik toch ook afvoeren en de fiets aan. Wat doe je ook courieren met die brommer? Ja, man. Ga je courieren met een Acra? Nee, niet met die. Oh, ik dacht al. Kijk, dat gaat echt hard van je af, hoor. Oké, dat is eentje los. Okay, hij is terug. Hij is een weekje weg geweest. Eindelijk, man. Maar deze is er weer, niet met OV. Ja, man. Je hebt een dikkere scooter dan jou had. Je had al echt een heel dikke scooter. Klopt, man. Oké, dit is je scooter. Ja, toch. Wat valt je op? Ja, een mooie achteruitlaat. Ja. Spiegels. Ja. En dat zit, dat is wat je had gevraagd, hè? Ja, man. Klopt. Maar voor de rest is hij is al helemaal, gewoon, hij is helemaal vol. Zeker, man. Oké, ik ga aan deze kant staan en als je wil, dan mag je hem starten. Dan gaan we kijken of je een kleine glimlach mag krijgen. Ik heb nog nooit iemand zo blij gezien met de Acra. Kijk die tanden, gewoon krokodiltanden. Dat vrij, ja? Ja, lekker man, ga niet mee brommen houden. Sowieso is jouw brommen, man. Daar gaat hij, Ozan. Ja, dat is dus Ozan. Ozan is de winnaar van de Pimmerijt winactie. Die in samenwerking is gedaan met Eddy van Custom Scooters Zaandam. Van Sino Custom Seats. Sino Custom Seats, sorry, kwam niet aan mijn woorden. Uit Schiedam. En natuurlijk van Beumer de Jong in Amsterdam. En hij rijdt alweer terug als het goed is, ik hoor hem. En met z'n vier hebben deze samenwerking gedaan. Met spuiten. Heeft Ozan weggegeven waarom. Hij had natuurlijk al een heel gespoten scooter. Oké, wel een vette foto plaatsen, ja? Zeker, oké, man.